De Nola Hatterman Art Academy kiest langzaamaan een nieuwe koers. Met het organiseren van een open dag afgelopen woensdag moet de academie veel zichtbaarder worden voor de samenleving, waardoor wij ook een bredere kijk op de toekomst hebben, zegt docent Koert Nahaar. De focus van de open dag was volgens Nahaar om het werken van de studenten, het publiek, kennis te laten maken met de academie. Bij de Nola Hatterman Art Academy worden studenten opgeleid tot vakkunstenaar. Tijdens de vierjarige opleiding worden er handvatten aangereikt waarmee afgestudeerden als vakkunstenaar door het leven kunnen. Een ander besluit dat door de leiding is genomen is om de academie te laten accrediteren. Daarvoor moeten er gecertificeerde docenten worden aangetrokken. Nahaar zegt dat dit proces al is ingezet en er onlangs 5 nieuwe collega's zijn aangetrokken die zijn afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, Nederland. Aan de Nola Hatterman Art Academy studeren op dit moment ongeveer 30 personen, verdeeld over de ochtend- en middaglessen. Daarnaast zijn er 2 keer in de week tekenlesdagen waar ruim 40 personen aan deelnemen. Nahaar besluit met te stellen dat er een grote behoefte is aan blokcursussen voor personen die niet elke dag de opleiding kunnen bezoeken. Nagegaan moet worden hoe deze groep tegemoet te komen. Het nieuwe schooljaar van de Art Academy loopt samen met het schooljaar van het ministerie van Onderwijs en begint eveneens op 3 oktober.